Welkom kijkers bij een nieuwe Resident Evil Village aflevering. Aflevering 3 alweer, we gaan verder met de storyline. Vorige aflevering was ik geëindigd bij het feit dat Ethan wist weg te komen van de Lady Dimitrescu of iets dergelijks. In ieder geval die enge dame en die drie dochters van haar die in vliegjes in één keer kunnen veranderen van de zon. Die kunnen van vliegjes veranderen in één keer in de mens. Die hebben me meegetrokken aan twee haken gehangen. En ik heb toen mijn handen zowat doormidden gehaald om daar weg te komen. Maar het is gelukt. Nu zijn we aangekomen bij Hollebolle Gijs. En daar chillen we eigenlijk gewoon. Net gesaved daarop. En we gaan nu verder. Goed. Met andere woorden. Die ladies van de castle weten dus dat ik ben weggekomen. Waarschijnlijk weet Mother Miranda dat ook. Dus ik ben benieuwd hoe het nu verder gaat, jongens. Waar we vorige aflevering achter waren gekomen. We hebben hier vier van die statues. Met hier drie dingetjes. Hier één. Hier vier. En hier twee. Dus met andere woorden, we gaan denk ik dingen tegenkomen die we hier kunnen plaatsen. Waardoor dan bijvoorbeeld die deur open gaat of zo. Dat is wat ik denk. Not sure, of course. Maar ik weet sowieso wel dat we er iets mee moeten doen. Goed. Waar we nog niet zijn geweest is deze ruimte. Zo. So. Oh ja, ik moest nog iets doen. Dat heb ik geleerd uit de livestream. Ik heb namelijk ook nog even gelivestreamd. Gelukkig niet verder gespeeld dan waar ik nu ben. Dus dat scheelt. Maar ik weet wel dat ik deze deur kan unlocken. Want dat had ik nog eventjes gecheckt. Kijk, there you go. En hier vandaan waren we ontsnapt, weet je nog? Dit is die ruimte waar ik aan die haak heb gehangen. En toen zijn we dus ontsnapt. Toen zijn we via daar gekropen. Zodat we die deur konden openen. En deze deur was gelokt. Maar goed, dat is nu dus gefixt. Kijk eens aan, wat gunpowder. Even kijken of we hier nog meer kunnen vinden dan dat. Ja. Oh, nee. Nee, nothing. Hier misschien nog iets. Wow, ik schrok me dood. Goed! Oké, it's time to go up here. Ik verwacht hier enge lijpe shit, to be honest. So far so good, so far so good. Right? So far so good. Is dat Hollebolle Gijs die we nu horen? Ja, hè? Dat is Hollebolle Gijs. Nou, deze kunnen we nu ook unlocken. Kijk, want die was ook vanaf deze kant. Was die natuurlijk gesloten. Hier hebben we weer een fireplace. Daar kunnen we niks mee. Oké. Is hier verder nog iets? Dit kan weer open. Weer nothing. Oké. Toch wel leuk dat ze het doen, want je gaat toch checken, weet je wel. Deze fase zit ook wat in. Toppie. Maar we hebben eigenlijk, om hier te zijn. Oh. Damn, het ziet er niet fris uit. Dat ziet er niet fris uit. Denken zij nou serieus bloed? Is dat wat ik hieruit kan opmaken? Damn. Heb je zin in koffie? Nee, doe mij maar bloed. Oké, fine. Evans blad, die was wel lekker. Die smaakte echt heel erg lekker zoet. Ja, lekker. Is goed. Doe mij maar een koppie. Alright. Ja, weet je. Ieder zo zijn ding, I guess. Laten we de trap op gaan. Hallo? Oké. Ik begin het eng te vinden. Hallo? Kijk, we moeten dus wel die dingen stuk blijven slaan. Er zit gewoon echt loot in. Hallo? Man, het is hier echt één groot doolhof ook gewoon. Tenminste, je kan zoveel plekken op. Laat ik het zo zeggen. Thank you for the cash again. Dat kunnen we allemaal uitgeven bij Hollebolle Gijs. Denk alleen niet dat het nu voor nu nodig is. We're chilling, right? We're chilling. The wine room. Oké, we kunnen daar wel naar binnen. Ben ik hier al geweest? Ik ben het nu alweer vergeten. For real. It's locked from the other side. Oké, dus hier kunnen we nog niet in. Zijn we hier al geweest? Nee, hier nog niet. Bonk. Oh, bonk. Gunpowder. Hoe is juist. Oké, kunnen we wel een beetje spieken wat hierachter is? Ah, net niet. Oh jawel, hier wel. Oh damn. Een statue. Oké. Goed, het lijkt me duidelijk dat we deze kant op moeten. De wine room. Hallo? Oh, akelig.
De winemaking techniques at Castle Dimitrescu. Zo heette die mevrouw. Lady Dimitrescu. Die had mij opgehangen, die twee haken. Can we trace as far back as the 15th century. Long before the current occupants of the castle. Alcina Dimitrescu. Dat ga je hem nog heel vaak fout horen zeggen. Uses this legendary yet peculiar technique to enrich the wine's flavor intensity. And bestow it with a thick bouquet. I don't know. Her best vintage is Sanguis Virginis, meaning maiden's blood. Ja, zie je wel. Ze drinken dus echt bloed als wijn. Ja, lekker. It is kept in a special ornate bottle decorated with intricate silver flowers. Oké. Okay. Nou, lekker zeg, hey. Met bloemetjes erop. Wat is dit? Wat is dit? Kan hier de ring op? You can't use that here. Oké, okay, hier kan dus wel iets op. Hier kan iets op. De familiefoto? Nee. Alright, iets kan hier op. En dat is waarschijnlijk een mystery door of zo. Ik weet niet. Het lijkt erop alsof dit kan draaien, snap je? Dat is mijn gamble voor nu. Camflute? Oh jee. That's no good. That's no good. Want meestal als wij camflute kunnen vinden. Zo, we hebben er trouwens veel, hé. Wow. We hebben nu gewoon 6. Damn. We zitten ruim in de shijs. Maar meestal als je camflute kan vinden. No good. Zoals ik al zei, no good. No good. Maar goed, ringetje kan ik daar dus niet voor gebruiken. A special bottle adorned with flowers. Zie je wel, ik moet dus die fles vinden. A special bottle adorned with flowers. Ik dacht het al. Gaan ze niet voor niks erop zetten, right? Nee. Oké. But a special bottle adorned with flowers. Ja, oké, okay, dat is hartstikke mooi. Maar, en nu dan? Dit zijn flowers. Dit zijn de enige flowers die ik hier nu zie. Maar het lijkt me, we moeten er iets mee. Hè? Maze Blood is kept in a special ornate bottle. Decorated with... Ja, met bloemetjes. Met zilveren bloemetjes. Right here. Of misschien staat hij helemaal niet in deze ruimte. Dat kan natuurlijk ook. Right? Dat kan ik ook. Maar het lijkt me dat we daarnaar moeten zoeken. Dat dat nu de thing is. Maar ja, voor mijn gevoel heb ik alles doorzocht op die plek daarnet. Maar ik kan het mis hebben. Heb ik daar alles gezien, alles gedaan? Ik zou zeggen, dit is de wine room. Hier moet het ergens zijn, toch? Kijk, hier kan ik niet bij. Dit staat achter de slotte grendel. Dit is het niet. Dat heb ik al getest. Misschien het vat gewoon. Nee, oké. Okay. Dit heb ik ook al getest. Gaat ook niet. Hier dan ook niet. Hè? In de kastjes. Kan ik überhaupt in de kastjes? Nee, kan ik niet in. Hier kan ik niks mee. Moet je het hier opzetten of zo? Misschien moet je hier iets mee. En als je James... Het looks like it will come out with some effort. Oké. Okay. Special bottle adorned with flowers. Ja, hij blijft het ook maar geciteerd tegen me zeggen. Zo van, yo, dat is de tip. Daarmee moet je iets. Ja, hartstikke leuk, maar waar de fuck staat die pauperzooi dan? Ik kan er echt niet tegen, als ik iets niet kan vinden in een game. I hate that. Maar misschien moeten we gewoon terug. I don't know, ik kan het hier echt niet vinden. Misschien staat het beneden. Want dan zag je daar wel een leeg glas staan. So maybe... Look at that. Is dit niet wat we zoeken? Niet? Is dit wat we zoeken? Ja, hier heeft het ingezeten. Dat is wel wat ik weet. Dat is gewoon blijkbaar gewoon een vaas. Hold on, we kunnen deze ring onderzoeken, jongens. Kunnen we nu serieus wel de deur in? Ik dacht al, we moeten door deze deur en het heeft iets met die ring te maken. Oh my days, dit moet het zijn, Als die deur nou niet open gaat, ja, oké. Ik heb serieus dat hele kasteel afgezocht aan die pauperwijn en ik kon het niet vinden. Oh mijn god. Oké.
Ik weet niet of het trouwens de bedoeling is dat we nu hier naar binnen... Oh. I haven't cut open a man in a while. Oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god, oh mijn god. Slice your jugular and just watch. Take an alive, dead, which would you prefer? Hoe weet ik gewoon hoe ik waar ik allemaal heen moet? Holy fuck, ik loop gewoon instant de goede kant op. Besef dat ik gewoon instant de goede kant op loop. Je meent gewoon niet dat ik uit reactie precies de goede kant op loop. Dit had echt een vet epic vibe moeten zijn waarschijnlijk. Helemaal stressen en noem het allemaal maar op. En ik loop gewoon precies de goede kant op. What? Oké. Goed, 9 juni 1958. It was my first day working on the castle today. Of at the castle today. I was most shocked to see the other staff were all women. The mistress and their daughters were very adamant that they wouldn't bite. It was quite peculiar. I don't know. It's been 2 weeks since I started working at the castle and I'm a little afraid. Another maid, Adela, made a mistake and Miss Daniela slashed her face with a knife. What the fuck? And then at night I can hear wailing as if ghosts roam the halls. I want to go home. I don't know what to do. The young ladies were complaining it was too hot and stuffy during dinner. So I opened the window just a crack. Shut it now. They all shrieked at me in unison. I fear I may be taken down into the cellar, never to be seen again. I don't know what to do. I don't know what to do. Goed. En daar houdt het op. July de 8e, 1958. Dus ik denk dat dit persoon dood is gegaan. Wat ik trouwens interessant vind, is dus zodra hij het raam open probeert te doen, zijn ze gelijk, shut it now. Alsof ze bang zijn voor het licht of zo. Of in ieder geval, of ze zijn bang voor ramen, of ze zijn bang voor... I don't know. Maar wel opvallend. Opvallend. Zetten dat niet voor niets neer. Zetten dat niet voor niets. Ik ken Resident Evil langer dan vandaag. Zij gaan niet voor niets in zo'n document zetten dat zodra hij het raam open wil doen, dat ze in één keer helemaal gek worden, die ladies. I don't buy that. Waar zijn we nu trouwens? Oh, hello there. Is this you making the wine? Wat is ze ook echt... Big! Holy damn, wat is zij big. Fuck sakes. Okay. Well, let me get my shotgun. Blaadspelen is ook gelijk gestopt. Daar gaat ze binnenkwam. Oké, nu begint het echt een horror game te worden, jongens. Holy damn. Ik stress hem kapot. Here we go. Oké. Oh, this seems like a trap hole. Gotta be honest, weet ik niet waarom ik hier binnen loop. Wel heel lijp. Gewoon een gekke tempel is dit. Wat is dit? Trust in light. Geloof in het licht. Of vertrouw in het licht. Vertrouw op het licht. Whatever. Oké. Sure. Al deze tonnen die lekken hier al. Moet ik hier iets? Moet ik hier iets mee moet? Of niet? I don't know, kan hier niet zoveel. Wat is dit? Onduidelijk in ieder geval. Laten we teruggaan. Ik hoop dat onze mevrouw er niet is. Oh, kijk. Er ligt iets. Oh, handgun ammo. Oké, altijd nice. Volgens mij is hier verder niks. So, we continue. Oh, dat kan dus niet. De deur zit op slot. Ja, dan moeten we daar iets. Dan moeten we 100% hier iets beneden doen. I know that for sure. We moeten hier iets, maar wat moeten we hier doen? Looks like that'll swing with some force.
Looks like that will swing with some force. Okay. Ah! I get it. Nou, moet die nog even aan. Hoppakee. Oh, kijk, daar gaat die deur open. Wow. Dat is epic. Hier is het fucking donker. Holy shit. Is dit het licht waarmee ik het moet doen? Want ik zie echt letterlijk niks. Ah, there you go. Okay. De cellen. Oh, is dit de cellen? Oh mijn god. You're kidding me. We gaan niet die guy nu vinden, toch? Die hier werkte bij het kasteel. It's covered in dried blood. Oh mijn god. Ze hebben hier gewoon een lijpe prison. Dit is zo ziek. What's this? Wow, allemaal torture materialen, jongen. Allemaal van die torture apparatuur. Moet je kijken wat er ook allemaal hangt en shit. What the fuck? Dit is lijp. Hallo? Nou, jongens. Voel je die spanning ook? I can feel it. Oh god, daar ook echt iets neerleggen. En dan, wat is hier het doel van? I don't know, but it looks strange. Looks fucked up. Oh mijn god, kijk dit dan. Wat de hel. Stel je voor dat je daarin wordt gezet. This place is fucked up. Oh, damn. Dit kasteel is echt zo lijp, ouwe. Hoorden jullie dat? Dan kon ik via daarheen doen. Anyways. Irina, Michaela, Louise en Ingrid. Rejects. Oh, je kan dus ook afgewezen worden. Voor iets. Oké, ze worden mensen... geaccepteerd als het ware. En dan worden mensen afgewezen. I guess for the torture experiments. Dat lijkt me. Oké. Okay. Alright, appetite bedoel ik inderdaad. Unstable, overly alert at times. Damn. Ze houden dus ook echt gewoon documenten bij van hoe iemand reageert op hun torture technieken. Wow! What the fuck, boy. Oh, this is not nice. Oh, ik heb kippenvel. Oh, kan ik shotgun ammo maken? Of kan dat niet? Nee, dat kan niet eens. Ik kan alleen handgun ammo maken. Kom daar vandaan. It's not good. It is not good. Metal scrap, wat kunnen we daarmee? Kan ik daar wel shotgun ammo mee maken? Crafting material. I don't know. Waar is die metal scrap? Ik zie het hier nu niet eens staan. Nou, het zal wel. Oh mijn god, oké, we moeten het gaan trotseren, jongens. We moeten het gaan trotseren. Here we go! What's up, buddy? Oh mijn god, zijn er ook echt veel. Zijn er ook echt veel.
sta niet meer op. Kut, mis ik gewoon. Wat is dat nou weer missen, jongen? Kom maar op, kom maar op, kom maar op. Wel fijn. Wel fijn. Wel fijn. Thank you. Ingrid's necklace. Oké, ik heb de ketting gevonden van Ingrid. Your thing. Oh mijn god, zijn er nog meer. Flikker op. Oh my days. Ik hoop niet dat ze blijven respawnen. Een pipe bomb. Ik word hier zenuwachtig van. Stop. Stop. Paupermuziek. Stop ermee. Stop ermee. Oh mijn god. Dit spel, jongen. Oh, man. Ik word hier helemaal gek van. Ik word gek van die muziek. Helemaal gek hier. Maar ik wil wel alle loot. I want all the loot. De graphics zijn echt weer incredible, by the way. Dat wilde ik even gezegd hebben. Holy fucking shit, moet je dit even zien. Kijk hoe lijp dit is. Echt bizar. Oké, we survived for now. But for how long? Oh mijn god, dat gaat ook maar door. Het is hier zo groot. I can't believe Cassandra caused all this mess. Fuck. 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 I need blood. Warm. Fuck! Waar moet ik heen? Bright red blood. Oh mijn god, dit keer ben ik niet zo lucky dat ik in één keer weet waar ik heen moet. Which tools do you prefer? Shut the fuck up. Oh mijn god. Ja, dan ben ik fucked. Dan ben ik fucked. Oh mijn god. Oh mijn god. A healthy man's blood. I don't know. Ik weet niet waar ik heen moet. Ik weet gewoon niet waar ik heen moet. Squeeze the blood out when they're alive and it's that. Where are you going, little one? Your bullets cannot harm. Het raam! Het raam! Ik zei het je, er moet iets zijn met het raam. You stupid man thing! Why yo! Why yo! Kan ik hier weg? Ik kan hier niet weg. How dare you bear your teeth at us? Hey! 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 Whoa, 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 whoa! Kan ik hier niet uitspringen? Kutzooi, waarom kan ik hier niet uitspringen? Oh mijn god, wat is hier de bedoeling? Wat is hier de bedoeling? Wat is hier de bedoeling? Oh, je kan er wel raken als ze in die... oké, als ze in het licht staat kan het wel, kan je wel daar raken. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. Oké, 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 oké. Nou snap ik ook waarom ik al die ammo vind. Ik snap hem, ik snap hem, ik snap hem.
Ik snap hem, ik snap hem. Yes! Ik snap hem. Oh mijn god. Holy damn. One down. One is down. Ook echt met een duimpje. Terwijl ik het eigenlijk zo zou moeten doen. One is down. Ik ben gewoon zo blij dat ik het zo doe. One is down. Yes. Oké. En we hebben dus zo'n torso gekregen. En ik heb dus zo'n vermoeden dat dit zo'n statue is die we in die main hall erin kunnen proppen. Maar zeker weten doe ik het natuurlijk niet. Maar ik heb gewoon zo'n vermoeden. Oh damn. Oké, we gaan nog even terug om te kijken of ik nog wat loot heb gemist. Maar oké, het is duidelijk. Als ik ze dus in het licht zet, door de ramen dus open te schieten, of in de wind, het is één van de twee, dan kan ik ze wel raken met mijn kogels. Dat is nu duidelijk. Kijk, ik dacht al, ik moet hier nog wel wat loot gemist hebben door al die hectiek. En yes, I did. Nog wat cash. Maar niet cash. En wat ik eigenlijk ook wil doen, is ik wil mijn wapen upgraden. Mijn shotgun bijvoorbeeld of zo. Wat ammo kopen, hollebolle gijs. You know, that's nice, right? That's nice. Goed, damn, wat een episode tot nu toe, hè? Jeetje, man. Ik ben er nog niet klaar mee, hoor. We gaan nog lekker door. Nou, nog even deze kant op. Hartstikke idee. Door de deur heen. Alright, hallo, hallo. Hey, hier zit... Zit hier bloed in? Nee. Want we hebben natuurlijk nog steeds het doel om... Bloed. Hey, hier is de battle. Dit moet hem zijn. Met de flowers erop en eraan. Dit is hem. Dit is hem. Ja. Dit is hem. Sengus for Guinness. Ja, leuk. Dat in ieder geval. Rusted scrap. Rusted scrap. Rusted crap. Another one was sent to the cellar. She had only spilled some soup. Everyone knows what happens when they when you're sent to the cellar. You're never seen again. They drain your blood. Your soul cursed to wander the halls. I went looking for her, and when I found her, she was just skin and bones and gnawing on a rat carcass. I suspect it will be my next turn. Or will be my turn next. Okay. Yeah. Handgun ammo. We vinden weer veel ammo and shit. Het kan zijn om te recoveren van de fight die we zojuist hebben gehad. Maar het kan ook zijn dat dit gewoon... I don't know. De moment is dat wij weer een fight in gaan komen. Hier staat trouwens de ramen ook open. Dus dit is een plek waar ik ze naartoe moet lokken. Als ik weer in een fight kom met zo'n chick. Wat is dit? Recoil. Oh, nice! Oh, het zorgt voor minder recoil. Dat is really nice. Kan ik dat craften of zo? Items. Like this. Equip part. En dan... Die! Yes! Nou, nu heeft hij minder recoil. Dat is wel echt serieus heel erg nice. Ik kan dit nog open. Yeah. Oh nee, picklock weer. Die ik nog steeds niet heb gevonden. Besef, ik heb nog steeds... Finally. Finally. Oké, dan kan dit dus eindelijk open. Hoppakee. Het is wel zo... Volgens mij, elke keer als je er één gebruikt, is hij ook gelijk weer weg. Maar dat weet ik niet zeker. Een wooden angle statue. Oh, en die hebben we sowieso nodig voor iets. Want kijk, is die nu weer weg uit mijn inventory? Ja, zie je? Nu heb ik geen... Nee, zie je? Ik heb hem niet meer. Ik heb geen picklock meer. Lockpick, however you want to name it. It's gone. It gone. It gone. Oké. Hello? Hello, hello, hello. Kan dit open? Ja. Yeah. Ah, je komt weer uit in de... Main hall, is het dit? Ja, dit is die deur. Oké, dit is die deur. Dus we kunnen zo meteen even opslaan bij hollebolle gijs. Dat vind ik wel heel fijn. Dat vind ik wel really nice. Gunpowder, thank you. Kunnen we hier dan de wijn pakken of zo? Want ik weet dat dat zo meteen het ding is wat we nodig gaan hebben. We moeten weer met die wijn aan de gang, weet je wel. We hebben nog steeds dat bloed nodig. Ik heb nu wel de vaas. Oh, trouwens, dat zou kunnen. Dat we die daar nu gewoon neer kunnen zetten. En dan, dat het dan werkt. Nou. Oké, ik hoop dat ik de run kan maken naar Hollebolle Gijs. Die is hier toch? Must be. Hollebolle Gijs, I'm coming, my dude. I'm coming. Oh, yes! Ah. We're fine for now. Laten we heel even saven. Ja, we gaan eens overriden. There you go. Gaan we hier even heen. Oké, wat ik wil hebben. We willen hebben... Oh, dit kunnen we trouwens verkopen. Hebben we dat niet nodig dan voor iets? Dit kunnen we ook verkopen. Het zijn allemaal dingen die gewoon heel veel cash opleveren. Maar, hold on. Ik moet wel even weten. Oh nee, oké. Het zijn geen key items. Dit zijn treasures. En treasures kan je dus gewoon verkopen.
Ja, dit staat ook allemaal valuable bij. Dus prima, we gaan het gewoon verkopen bij Oldebolle Gijs. Dat gaan we er anders mee doen. Het is valuable. Dus ja, als je het kan verkopen, lijkt het me niet dat je het nodig hebt voor de storyline. Dus we verkopen het gewoon allemaal. Right? There you go. En dan kunnen we nu naar de gunsmith. En dan gaan we... Zo, ik heb 20.000 nu in één keer, hè? Dan gaan we de power wat omhoog gooien. En ook een pestie, dat is sowieso nice. Dan hoef je minder snel te reloaden. Heb ik even liever momenteel. Ja. En doe trouwens ook maar de power. Fine. Fine. En dan gaan we even wat kogels kopen. Ja, ja. Zijn dit de shotgun bullets? Shotgun ammo. Ja, ja, ja. Oké, die wil ik ook wel hebben. I don't know. Doe maar zoveel. Yes, lekker veel. I can see why you'd be interested. Lekker veel. Have a wonderful adventure. Goed. Doe maar nog maar meer, man. Yes, ik vind het nog best weinig eigenlijk. Ik vind het nog best weinig eigenlijk, dit. One. Yes. Here you go. Oh, kut. Je kan niet meer dan dit hebben. Dus ik heb nu letterlijk geld weggegooid. Yes, yes. Ik heb letterlijk geld weggegooid hier. Ook fijn dat hij dan niet even zegt, hè. Van, je hebt al maximum ammo of zo. Ammo capacity die kan ik ook niet hoger doen. Rate of fire niet. Alleen reload speed zou eventueel kunnen. Alleen hebben ze juist geld weggegooid. Dus, yes. Really nice. Oké. We gaan nog even kijken of we hier dus wat mee kunnen. Nee, trouwens, dat kan dus niet. Nee, want het is geen key item. Deze fles hebben we nodig boven, sowieso in die wijnruimte. Dat weet ik wel 1000% zeker. Dit is die fles die we zochten, waarvan ik al niet kon begrijpen waar die zou moeten staan. Want ik had alles al afgezocht en ik kon het maar niet vinden. Toen moest ik even denken aan die deur van, daar moet sowieso iets met die ring kunnen, want anders kan ik gewoon niet verder. Nou, en dat kon dus uiteindelijk, gelukkig. Alright. Hier zo moeten we zijn. Hoppakee. There you go. Is het een draaideur? Wat kunnen we hiermee? Het moet iets zijn. Oké, dit is in ieder geval een mystery door. Dat is zoiets dat ik dus al verwacht. Gunpowder, nice. Trouwens, kan ik niet inderdaad nog wat shit maken dan? Craften. Dit kan ik craften. Wat we ook echt nodig hebben. En handgun ammo, always welcome. Oké, kistje. Hey, een courtyard key. Oké, hiermee kunnen we dus op de courtyard. Dus die kunnen we ergens voor gebruiken. That's really nice. Kunnen we hier verder nog iets? Niks? Oké, sure. Oké, sure. It's all fine. Dan gaan we naar de courtyard toe. Ook weet ik niet welke deur we daarvoor moeten gebruiken. Daar gaan we achter komen. Hoi! Godsamme! Kut, waar moest ik ook weer heen? Ah, ik loop mezelf hier vast, denk ik. Dit is echt zo dom. Hey, joh! Wow, ik ga helemaal lekker. What the hell, man? Volgens mij moest ik daarheen. Daar kwam ik vandaan. Ja, hier had je ergens licht. Hier had je ergens licht. Jesus Christ. Lijkt me dat je hier ergens de courtyard op kan, toch? Dit is een courtyard. Zoiets als dit. Oh, gast. Echt, dat is echt niet goed voor mijn hart, dit spel, man. Dat kan me nog ook heel goed herinneren van Resident Evil 7. Het is echt leuk. It's amazing. Maar niet goed voor mijn hart. Ja, het lijkt me echt dat ik hier naartoe moet kunnen. Dat lijkt op een deur ook. Oké. Die deur, hè? Doe nou! Okay. We're getting there. En ik denk dus ook dat dit een plek is waar die chicks niet komen. Waarom denk ik dat? Hier is too much light. Right? Dus te veel licht en te veel wind. Dus welke van de twee dan ook is waar ze scared voor zijn. It's both not good for them. It's both not good. Oké. Deur zit dicht. Vind ik fijn. Dus ik denk inderdaad, zoals ik al zei, dat ik hier niet lastig gevallen word door de chickies. Omdat ze dit zelf ook een terrible place vinden. Ja, wat kan ik nou net met die metal scraps? Want ik vind het wel. Maar het enige wat ik kan craften is met rusted scrap. En als ik hier dan ook kijk, zie ik nergens die metal scrap staan. Dus dat vind ik wel bijzonder. To be honest. What the fuck kan ik met die metal scrap? Ik verwacht dus dat je daarmee... shotgun bullets kan maken. Maar ja, zeker weten doe ik het niet.
It's locked. Ja, dat lijkt me duidelijk. Geen sleutel hebben we daar nog voor. Oké. Okay. Goed, waar kunnen we dan heen? Dat is fucking gruwelijk plein dit, hè? Holy damn. Wow, kijk dan. Oh, yo. We zitten nu echt midden in de courtyard, inderdaad, van het kasteel. Gruwelijk. Gruwelijk, gruwelijk, gruwelijk. Oh, hier gaat iets komen. As we know, she's not very nice. She's not very nice. Okay. Hello? Gaan we dit doen? Zo. So, if she's here, I will break it. I will fucking break it. What have you done to my daughter? Niks. She's fine. She's fine, trust me. She's fine. I've done nothing wrong. She's fine. Oh my days. Ik verwacht hier echt een big fight. Want die zijn overal windows die je overduidelijk open kan schieten. Een big fight is about to happen here. Een big fight is about to happen hier, dus ik moet me daar goed voor voorbereiden, jongens. Ik ga kijken of ik terug kan naar Hollebolle Gijs. Means I don't know for sure. Kan dat überhaupt? Zonder dat die chick weer helemaal waas achter me aan gaat. Rennen en scheis. Oh man. Deze game is echt fucking scary. Holy damn, echt. Niet normaal. Oké, okay, goed. Kunnen wij hierheen zonder dat Hollebolle Gijs... Of ja... Kunnen wij naar Hollebolle Gijs? Zonder dat die chick achter me aankomt. Turnum, turnum, tum, 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 tum. Goed. Want beste kijker, misschien voelde jullie hem al aankomen. Maar de fight met haar, waarvan ik 99% zeker weet dat die daar gaat plaatsvinden, gaan we bewaren voor de volgende aflevering. Ik wil gewoon de Resident Evil serie wil ik verspreiden over zoveel mogelijk afleveringen, zodat het niet te snel alweer afgelopen is. Ik heb zo lang uitgekeken naar deze game, dus het zou echt zonde zijn als ik hem bij wijze van spreken al in 8 afleveringen ga uitspelen ofzo. Dat wil ik gewoon niet. Dat wil ik vermijden. Dus we spelen hem gewoon lekker chill. Wel natuurlijk gewoon tempo erin houden, maar we spelen hem wel redelijk chill. En dan kunnen we zo lang mogelijk van deze game genieten. Hopelijk zijn jullie het eens met die strategie. Ik kan wel elke video een uur lang maken, maar dan is de serie binnen no time afgelopen. Dat is ook niet leuk. Beste kijkers, bedankt voor het kijken naar deze Resident Evil aflevering. Vond je dat tof? Dus zeker weten eventjes een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer, zodat jullie niks hoeven te missen. En dan zie ik je hopelijk morgen om 4:30 allemaal weer terug bij weer een nieuwe video. Later.